Ja, dames en heren, de wedstrijd tussen Arkel en HSC 61 is juist afgelopen. En dit is toch wel vrij verrassend 0-6 geworden voor HSC 61. Ja, trainer Robin van Ons, allereerst gefeliciteerd. Het zag het de eerste helft niet eruit. In de vorm van ja, dat we met 0-0 de rust in gingen. Ja, dat we, ja. Nou, kijk, we gaan 0-0 rusten. En erg weinig kansen, maar de tweede helft... Nou ja, dat klopt. De eerste helft was het echt wel gelijk op. Nou ja, zij hadden op, ja, vlak voor rust nog echt een hele goede kans dat ze 4-4 meekrijgen. Maar voor de rest was het eigenlijk wel gelijk op. Wij gaven hoge druk en we creëerden wat kleine kansjes rond de 16 meter, maar niet echt de hele grote. Maar zij ook niet. Dus ik verwacht inderdaad niet. Ik had niet een 6-0 verwacht in de tweede helft. Nee, nee, ik ook niet. Maar het is voor jullie wel een welkome overwinning, want het ging nog erg wisselvallig, hè? Ja, daar kan ik alleen maar ja op zeggen. Het is een welkome overwinning. En de man of the match gaat wel weg. Nee, welkome overwinning, zeker. En nou ja, het was inderdaad hollen of stilstaan bij ons. Nou ja, je ziet vandaag ook de tweede helft. We kunnen echt prima goed voetballen en... We kunnen goed de bal in de bezit houden, we kunnen goed druk geven, maar niet altijd. En dat, maar vandaag vielen alle puzzelstukjes op de plek. Ja, en ja, het is ook moeilijk om die wisselvalligheid er een beetje uit te krijgen. Ja, nou ja, misschien is dit de eerste stap. Ja, ja. Het enige wat je kan doen is vanuit het proces door blijven gaan. En gewoon tussen de oren krijgen dat het, nu is het 6-0, dus ik moet ze nou weer op dinsdag met beide benen weer op de grond krijgen. En dan gaan we weer door. Het zou zomaar de eerste stap kunnen zijn naar gewoon meer. Ja, er zijn twee positieve punten vandaag toe. Je houdt de 0 ja. En je maakt een 6. Ja, nee, de 0 houden is ook echt wel een dingetje. Voor deze wedstrijd hadden we volgens mij 2,5 goal per wedstrijd tegen. En dat is gewoon echt veel te veel. Dus dat is echt super goed. Hebben ze gewoon super goed gedaan met z'n allen. Het verdedigen is echt met 11 man en dat hebben ze prima gedaan. Ja, want de tweede helft, ook eigenlijk de eerste helft, hebben jullie ook bijna niks weggegeven. Ja, dat klopt. Ja, we hebben echt vanuit de organisatie hebben we echt goede dingen gedaan. En als ze daarna ook nog leuk kunnen voetballen, zoals de tweede helft, dan ziet het er echt leuk uit. Hier kun je verder beduren, Robin. Ja, het is ook wel fijn om eens een wedstrijd te kijken. Zeg maar de laatste 20 minuten dat je gewoon lekker kan zitten. Dat is ook wel fijn. Geen zenuwen. Nee. Oké, bedankt. En ga er lekker van genieten. Gaan we doen. Oké, bedankt. Hè. Ja, trainer Jeroen Sutton. Dit is wel een bittere pil, vind ik, voor jullie vandaag. Eerste helft, totaal niks aan de hand. Gelijkwaardig eigenlijk. Jullie kregen eigenlijk nog een kans, ook net voor de rust. 0-0. En in de tweede helft, ja, vertel het maar. Nou, er valt weinig te vertellen. Ik bedoel, de tweede helft was gewoon dramatisch. Het ging zo snel, zij scoorden 1-0. En vanaf dat moment zakte het bij ons in elkaar. We hadden niet meer de wilskracht om daarmee om te gaan. Ja, het was open huis. Ja, dat klopt. Van jullie, ik weet ook, hij altijd flink door blijven knokken wel, maar dat zat er vandaag ook niet in, hè? Het was een beetje mat, vonden van het begin af aan. Nou, de eerste helft waren we wel heel slordig. We konden de vrije man niet vinden. Was ook lastig, hè, dus we hadden wel, de bedoeling was dat we een vrije man op middenveld zouden hebben, want je zag Heikop speelde met 4 achterop tegen onze twee spitsen. Nou ja, goed, dan moet je ergens op middenveld een man vrij krijgen. Nou goed, dat lukte ons niet. We hadden moeite in balbezit, verkeerde keuzes. Maar goed, dan blijft het 0-0. We krijgen 1 grote kans. Zij zijn wel een paar keer gevaarlijk zonder grote kansen te krijgen. Ja, en de tweede helft uit een vrije bal wordt hij vanuit midden wordt hij weggestoken en scoorde 1-0. Ja, op dat moment ging bij ons alles fout. Ja, dat klopt. Ja, als jullie verliezen, doe je toch gelijk goed. Het is ook de tweede nederlaag. Ja. Maar de vorige bij Haast was ook allemaal grote cijfers. Baart dat niet een beetje zorgen? Nou, kijk, het is bij ons heel, heel wisselvallig. Dat blijkt ook, hè, met dit soort nederlagen. Maar ja, goed, natuurlijk baart dit zorgen. Want normaal gesproken met een 1-0 achterstand kunnen we het een en ander goed maken. Maar ja, we kregen het niet voor elkaar. Kijk, wij zijn wel gewend om met tegenslagen om te gaan. Hè. Dat is wel vaker dit seizoen gebeurd. Alleen ja, we bleven niet in de wedstrijd. Het stapelde zoveel op elkaar. Ja, bij de 1-0 zag je wel dat de kopjes gingen naar beneden. En we hadden niet vermogen om ons eronder uit te voetballen. Want zij... Heikop speelde het goed vanuit de omschakeling, hè. Dus vanuit ons balverlies creëerde zij een aantal kansen.
Ja, en bij na 2-0 echt bizar. Ja, dat klopt. Ja. Het is nou weer even van de week de scherfjes bij elkaar rapen. En dan weer volgende week er weer tegenaan, hè? Ja, dat is het voordeel. Je speelt iedere week voetbal. Dus dat is wel het mooie ervan. Maar dit is wel heel zuur. Zeker omdat wij op een goede weg zijn. We voetballen nog niet geweldig, hè, maar je ziet wel, behalve vandaag, dat er veel wilskracht in het team zit. Alleen vandaag niet. Laat elkaar zakken. Goed, ik vind het vervelend voor Walter Gremmen. Onze keeperstrainer stond vandaag op het doel. 48 jaar. Die laten we gewoon met z'n allen zakken. En daar baal ik van. Ja, dat klopt. Je bent wel met de keeper flink aan het verjongen. Ja, goed. Iedereen maakt kans binnen Arkel om in het eerste te kunnen spelen. Nou ja, goed. We hebben dit jaar Thomas op doel en doet het hartstikke goed. Alleen, ja, hij was geblesseerd. We hebben een keuze gemaakt voor Walter. En Walter kon er niks aan doen. Alleen, het is vervelend dat je dan meteen 6 goals om je oren krijgt. Ja, dat klopt. Hij kon er zeker niet veel aan doen. En hij had er ook zelf een paar prachtige reddingen bij. Ja, dat klopt. Nou goed, we gaan de beelden terugkijken of het echt zo is. Dus dan kunnen we het echt zeggen. Ik zou zeggen, doe dit een kopje op en we gaan volgende week weer verder. Bas, bedankt. Oké.